Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik deze Mol Horsebox unboxen. Dit is een sponsorpakketje van hun kerstpakket binnenkort. Dus, ik heb eraan meegewerkt om tuig voor hun te verzamelen voor kerst. En natuurlijk heb ik dan deze cadeautje gekregen van hun. Nou, daar ben ik echt super dankbaar voor. En ja, like deze video, abonneer op mijn kanaal. En klik op de notificatiebelletje en laat erin je reacties weten wat jullie nog willen zien voor video's. Nou, laten we snel beginnen. Nou, hier zitten in deze doos natuurlijk hele leuke spulletjes, waaronder deze eenden. Stof. Dit is stof om speciaal voor dekentjes en dekjes volgens mij te maken. En dat is echt super schattig. Ik vind echt de eendjes echt super leuk. En er zit ook een speciaal eendje tussen. Volgens mij is dat de moeder eend en de kleintjes. Want ze heeft zeg maar zo'n hoedje op. En dat vind ik echt super schattig. Dus ja, ik ben echt super blij met dit stofje. Want ik wil er ook echt heel graag dekentjes mee maken. Dus hou het natuurlijk in de gaten dat ik hier wat mee ga maken. Nou, de eendjes zijn natuurlijk oranje met geel en bruin. Logisch en bruin, staveltje is oranje en eendje zelf is geel. Nou, dan pak ik dit Diamond Stitch stof erbij. Dat heet zo. En ja, dit is echt super mooi en realistisch stof. Hier kan je echt super mooie dekens mee maken. Want het lijkt het ook echt super echt. En echt heel realistisch. Dat kun je ook echt zien op echte dekens. Dus het is echt een fantastisch spul. Dus ik ben echt zeker blij met deze kleur. Want dat vind ik ook echt de mooiste kleur die ze hebben. Daar ben ik echt heel blij mee. Nou, dan heb ik hier nog een paar stokjes. Dit is voor om stallen te maken. Weilanden. Zeg maar hekjeswerk. Het is echt heel erg mooi. Je kunt ze echt heel mooi bewerken. Ze zijn goed stevig en een goede lengte. Er is echt niks mis mee. Dus hier ben ik echt zeker blij mee. Er zit ook genoeg in. Er zit ook echt best wel veel in, vind ik. Het lijkt een beetje... Nou, het lijkt niet zo, maar het is wel echt heel erg veel. Dus ik ben er echt super blij mee. Want dit kan ik heel goed gebruiken. Ze zijn ook best wel groot eigenlijk. Dat vind ik ook wel heel erg fijn. Nou, hier heb ik dan nog een paar stukjes leer. Wit en een soort van grijs. Of een beetje crème-achtige wit. In ieder geval een hele mooie leer is dat. En ja, dat kan ik echt super gebruiken voor halsters. Zadeltjes misschien nog wel en hoofdstukjes. Dus ik moet nog even bekijken. Maar hou dat ook zeker in de gaten. Want ik ben het wel van plan om het te gebruiken. Echt heel erg mooi. En dan dit is natuurlijk wat harder. En die vorige was wat zachter. Die grijs is zachter. De witte is wat harder. Het is echt een super mooi spul is dat. En ik ga het zeker gebruiken. Lijkt me echt heel gaaf om daar wat mee te doen. Dus ja, ik vind het echt heel erg mooi. Dit is dan de achterkant en dan de voorkant. Dus dat is echt heel erg fijn. Dan komt hier nog de volgende lading stofjes. Dit is een Halloween stofje. Deze ga ik gebruiken voor volgend jaar. Dan komen deze hele leuke Halloween stofjes tevoorschijn. Het is echt super leuk en goed te gebruiken ook. En ik was op zoek naar een Halloween stofje, maar ik kon het niet goed vinden. Maar nu heb ik er eentje en ik ben er echt super blij mee. Dus ja, ga ik zeker gebruiken. Hier heb ik een streepje stof. Dit is ook super mooi om dekjes mee te maken. Ik denk dat ik hier meer dekjes mee ga maken en decoratie misschien. Dat is wel echt heel erg fijn stof ook. Dan komen de banaantjes. Banaantjes stof. Echt heel erg schattig vind ik deze. Daar hadden eigenlijk ook nog aapjes bij moeten opstaan. En dan was het helemaal compleet geweest. Echt aapjes met banaantjes vast ofzo. Echt super leuk. Ik kan niet wachten om hier met deze spulletjes echt mee aan de slag te gaan. Het is echt heel erg leuk.
Nou, hier is dan nog een beetje lint. Je hebt ook een rode lint met hartjes erop. Nou, super leuk om te gebruiken bij Valentijnsdag. Je hebt dan nog allerlei soorten paarse kleuren in zitten. En roze nog. Lila en donkerpaars. En ja, nog een andere kleur. Maar ik weet even niet meer precies wat. Maar dat zit er allemaal in. En dit is echt super lang. Volgens mij is het iets van een meter of langer. Echt super fijn. Nou, hier kan ik gewoon goed halsetjes mee maken. En misschien nog wel dekentjes mee versieren en dekjes. Is echt super fijn. Hier heb ik dan nog een wat bredere lint. Dit zijn dit is een best wel lange lint van wit met sterretjes erop. Dus misschien ook wel leuk te gebruiken om binnenkort voor kerst of fantasy kleurrijke dingetjes. Echt van roze setjes of zo. Dat zijn roze sterretjes en met wit achtergrond. Echt super leuk. Deze is wel iets breder. Dus ik denk dat deze ongeveer de 5 mm dikte is of zo. Ik weet het even niet, maar zoiets denk ik. 4, 5 mm dikte. Hij is breder dan de 3 mm. Dus breder. Dus het is niet geschikt om halsers mee te maken. En dan heb ik hier ijzerdraadjes. Ik heb hier groen ijzerdraad. En zilver en goud ijzerdraad. Nou, echt fantastisch. De perfecte dikte om goed wat spullen mee te maken. Hiermee maak ik dus halsteringetjes, deken, sluitingen, hoofdstellen, sluitingen, zadelsluitingen, beugels en dat soort dingen maak ik hiervan. Dus dit was ook zeker wel nodig. En ik vind het echt super leuk dat ik dus kleine rolletjes ijzerdraad erbij krijg. Verder heb ik hier dan nog andere touw. Dat is in elkaar gevlochten met twee kleuren, zie ik. Hier zitten er meerdere kleuren in. Blauw, zwart, rood en groen. En dan ook nog een lichtere groen. Dat is wat dunne draad. Nou, het is echt super fijn draad om hiermee nekroops en touwhalsters en halstertouwtjes mee te maken. Dat is echt super fijn. En misschien ook wel als kerstdecoratie. Ik moet nog even verzinnen hoe. Maar dit is echt super leuk. En deze spullen denk ik, die ik binnenkort ook ermee ga maken, zijn misschien nog wel weer te vinden op mijn website. Dus houd het ook zeker in de gaten. Het is echt super leuke spullen tot nu toe. En allemaal goed te gebruiken. En dan heb ik hier een paard. En deze zit nog helemaal goed verpakt. Zo is hij ook binnengekomen. Maar nog wel met een laagje bubbeltjes plastic eroverheen. Dit paard heb ik jammer genoeg al. Dus daarom heb ik deze ook te koop staan. Dus als je geïnteresseerd bent in dit paard, dan kun je hem gewoon kopen van mij. En dan krijg je hem opgestuurd in bubbeltjes plastic. Met zonder of met de trekkersreiscode. Maar dit paard heb ik dus al. Dit is de Andalusia Mary. En die heb ik dus in mijn collectie staan. En ja, goed. Ik wil ook geen dubbele houden. Dat vind ik een beetje onnodig. Dus ik kan hem gewoon gaan weggeven. Verkopen bedoel ik. Als je geïnteresseerd bent, laat het dan weten. Stuur me een berichtje via het linkje in de beschrijving. Helemaal onderaan. En dan kun je me een berichtje sturen. Dit is ook echt een super mooi paard. Daarom heb ik hem dan ook nog in de verpakking gelaten. Zodat als hij weggaat, dat hij dan nog veilig en goed aankomt. In de mooie kleurtjes. Hij heeft geen beschadiging of wat dan ook. Hij lijkt echt op een heel nieuw model. Dan heb ik hier nog een tweede paard in zitten. En dit is ook van Slijg, die vorige ook. Dit is de Paint Horse volgens mij van Slijg. Deze had ik als het nog niet. Dus ik ben hier ook echt zeker blij mee. Ik ga hier ook vesten voor maken. Ik ben hier echt zeker nog wel mee bezig, hoop ik. Het paardje kan alleen even niet zo goed staan, want de beentjes staan een beetje raar. Maar dat is wel vaak op bekend bij dit model. Dus het is niet vanwege de verzending of zo. Dat niet, maar dat was al zo. Het ligt vaker aan dat model. Er zijn meer modellen die amper kunnen staan. Ik heb er nog wel eentje van. Bijvoorbeeld de Holsteiner Mary. Die kan ook bijna niet staan. En de nieuwe Dartmoor kan ook, Dartmoor Pony kan ook niet echt goed staan. Dus het is niet onbekend of zo.
Maar ik vind deze spulletjes echt super leuk. Ze zijn echt heel erg leuk en ook best wel veel. En ik heb het natuurlijk gratis gekregen, maar binnenkort dan komen de kerstpakketten uit. En daar zitten ze ook tuig van mij in. Dus ben je daar benieuwd naar, kijk dan even op de Modelhorse Box. Ik laat ook een linkje daarvan in de beschrijving van deze video. Dus ben je daar echt heel erg benieuwd naar, neem dan zeker een kijkje. Ik heb al vaker over hun een review geschreven en een video over gemaakt. Dus ja, dit is nou de tweede volgens mij, of de derde video inmiddels al van hun. Dus ik ben er echt super tevreden over. En ja, ik ga het ook blijven doen. Want ja, het is wel belangrijk om ergens wat van af te weten. En ja, ik vind het gewoon leuk om dit te laten zien aan jullie. Natuurlijk heb ik dit dan wel gratis gekregen. Maar daarbij, ik zei het, ik heb het ook al een keer bij hun wat gekocht. Dus dan heb ik het ook gewoon laten zien in de video. Maar ben je dus benieuwd naar, ik laat een linkje ervan van hun Instagram in de beschrijving. Ja. Dan kun je ook gewoon een kerstpakket bestellen. En dit is nog best wel een klein doosje. En je moet zien hoeveel erin zat. Dit is ongeveer 2 handen breed. Dus dan nou, ga er maar vanuit van ongeveer 20 centimeter, 30 centimeter groot. De doos. En het is best wel een klein doosje dus. En er kan best wel veel in. En hier zit ook best wel een lading in. Het lijkt allemaal best wel klein of zo. Op video misschien. Maar het is echt best wel groot. En de stofjes zijn ook opgevouwen, dus het lijkt ook wat kleiner dan dat het daadwerkelijk is. Dus ja, ik ben er echt super tevreden mee. En het is allemaal hele leuke stofjes. Mooi kleurrijk, goed uitgekozen. En het past goed bij het thema eigenlijk waar we nu in zitten. We zitten nu in Halloween en richting de kerst. Wanneer dat deze video online komt, dan is het al waarschijnlijk Halloween geweest. Helaas. Maar het is wel echt super leuke spulletjes. Dus ja, binnenkort heb ik wel nog een andere unboxing. Dus ben je daar benieuwd naar? Abonneer dan even op mijn kanaal. En ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit gaat zien. Dus jullie kunnen misschien een beetje raden wat het is. Dus ja, ik ben hier nog aan het uitleggen over de Modelhorse Box video. Ik laat er ook natuurlijk een linkje daarvan achter van hun video. Van mij, maar dan over hun laat ik ook rechtsboven in het i'tje laat ik dat weten. Dan kun je video's van 2020 afscrollen en rond kerst dan heb ik de kerstbox unboxed. Dus dan kunnen jullie dat terug bekijken. Nou, echt super geweldig deze spulletjes. Ik ben er ook echt heel erg blij mee. Ik heb natuurlijk ook nog een kortingscode gekregen. Die heb ik speciaal gekregen voor de kerstbox dit jaar. Verder hebben zij ook nog een giveaway van de kerstbox. Omdat ze er zoveel hadden qua spullen, hebben ze nu ook aan eentje het weggeven. Dus u kunt er nog aan meedoen volgens mij. Nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef deze video een dikke like. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En klik op de notificatiebelletje. En laat in reacties weten wat jullie voor de volgende video willen zien. Laat dan weten of je paardennamen nog voorkeur hebt voor paardennamen, paardenspellen, series. Heb je nog foto's die je mij wilt laten zien voor de Let's Judge Your Tag Making Skills serie? Dat kun je me allemaal naar vragen. Daar geef ik ook antwoord op als je daar aan mee wilt doen. Nou, dan wil ik je allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer bij een nieuwe video.